Dus ik heb naast hem kunnen zitten, ik hem vast kunnen houden. Dat, en ik heb voor hem kunnen zingen. Wat zong je? Mag ik dat vragen? Nu gaan de bloemen nog dood. Nu gaat de zon nog onder. En geen mens kan zonder. Water gezonder brood. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Ja. En toen is hij heel rustig. Ademhaling na ademhaling. Gegaan. Jij zat ernaast? Ja. En je keek? Ik hield hem vast. Ik keek. En zag hem gaan. Dacht, jeetje, daar gaat mijn vader. Ja. Daar gaat mijn vader. Die ooit zo'n grote, sterke man. Die zoveel grapjes hield. Ja. Wat leer je van zoiets? Leer je iets van zo'n... zo'n ervaring? Dat het heel belangrijk is om niet alleen je laatste adem uit te blazen. Maar ja, misschien is dat voor iedereen ook wel anders. Alleen ik vond het heel fijn. En ik hoop dat hij het ook als fijn heeft ervaren. Want anders is het zo'n eenzaam moment. Ik gun het mezelf ook, dat ik niet alleen sterf. Dat er iemand naast me zit om mijn hand vast te houden en een liedje voor me te zingen. En bij mijn moeder waren mijn vader en ik er allebei. Toen was ik hartje Amsterdam aan het draaien, werd ik gebeld. Het gaat niet goed met die moeder. Ik zeg, gaat niet goed met mijn moeder. Ik was er gisteren nog, het gaat hartstikke goed. Ik heb nog een sigaretje gerookt. Het gaat echt niet goed met die moeder. Ik zeg, oké, wat bedoel je niet goed? Nou, het is beter. Moeder, komen? Ja, komt u maar. Oké, dus ik er naartoe. Dan was ik ook, een paar uur van tevoren. Was ik ook op tijd. En toen kwam ik de verplegend arts tegen, de geriater. Want ik loop daar in dat ziekenhuis, het verpleeghuis waar ze toen zat. En ik denk, ze ligt niet op de kamer. Ik zeg, waar is mijn moeder? Ja, die ligt daar en daar. Toen denk ik, oh. Maar dat is een sterfkamertje. Dat had ik niet begrepen. Ik dacht, gaat het dan niet doodgaan? Dus toen kwam ik die arts tegen. Ik zeg, ik hoor dat dus... Ach nee, dat kan echt nog wel 1-2 weken duren of zo. Dus ik van, oké, rustig aan. En toen kwam ik de verpleegkundige tegen. En zeg, ja, het gaat, maar het kan nog wel. Nou, zei ze, ik denk dat het zo wel gaat gebeuren. En toen had ik een soort van, nee, nee. En wat is dat nee, 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 nee dan? Nee, 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 nee. Nou, nee, nee, het niet willen aanvaarden, denk ik. Is er een moment gekomen dat je dat wel realiseerde? Ik ga mijn moeder verliezen. Of ik heb mijn moeder verloren. Of... Daarna pas. Nadat ze overleden was. Ja. Want ze was er natuurlijk altijd. Mijn moeder was er mijn hele leven. En dat het nooit meer zo concreet werd. Dat ik kan nooit meer met haar praten over dit. Ik kan nooit meer aan haar vragen. Zus, ik kan... nooit meer zeggen wat een onzin ze uitkraamt. Omdat ze denkt dat ze het beter weet dan ik. Wat ze natuurlijk best vaak deed. Maar. En tegelijkertijd. Ook goed voor haar dat het over was. Omdat ze lichamelijk helemaal op was.